Een aandenken aan iets persoonlijks is natuurlijk iets wat we graag willen bewaren. Denk aan een prijs die je hebt gewonnen, een onderscheiding of misschien wel de wandelstok van je opa. Dit willen we natuurlijk met zorg bewaren, maar hoe doe je dat nou op een mooie manier? Ik ben vandaag bij branchevereniging Art & Frame en heb een afspraak met lijstenmaker Geert-Jan die me er meer over gaat vertellen. Geert-Jan, hoe kunnen wij een aandenken nou op een goede manier bewaren? Nou Nana, mensen vergeten vaak dat ze een aandenken hebben en laten het bijvoorbeeld ergens op zolder liggen. Dat is jammer, want je zou het een mooie plek in je interieur kunnen geven. En dat kan je bijvoorbeeld doen door het in te laten lijsten en ergens op te hangen of neer te zetten, zodat je daar elk moment naar kan kijken. Inlijsten zeg je, wat bereik je daar nog meer mee? Je kan een voorwerp, als je het ingelijst hebt, voor langere tijd bewaren. Het is minder kwetsbaar voor invloeden van buitenaf en bovendien houd je de herinnering levend. Het beroep lijstenmaker lijkt me ook wel een vak apart. Jazeker. Een lijstenmaker kan op een verantwoorde manier iets inlijsten, zodat het werk in alle opzichten goed tot zijn recht komt. Door de kennis en ervaring die een lijstenmaker heeft, kan hij goed op de wens van de klant ingaan en het precies inlijsten zoals hij of zij dat graag wil. En de klant wordt sterk bij dat proces betrokken en hij kan goed kiezen uit verschillende soorten passepartouts, lijsten en glas. En op wat voor manieren kun je het dan inlijsten? Aan de hand van een aantal inlijstingen van een jaarlijkse inlijstwedstrijd kan ik je dat heel goed laten zien. Heel graag, leuk! Kijk, hier zie je bijvoorbeeld werken die op een verschillende manier zijn ingelijst. Mm-hmm. En je ziet dat de manier waarop ze zijn ingelijst heel erg bijdraagt aan de manier van beleving van het werk. Ja, en wat me opvalt is allemaal dezelfde print. Maar ze stralen gewoon totaal iets anders uit in elke lijst. Nou, ik zei het net al, het beroep lijstenmaker is een vak apart. Maar het inlijsten zelf is volgens mij ook niet voor iedereen weggelegd. Nee, zeker. Je ziet hier de laatste fase van de inlijsting bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het is heel belangrijk dat het voorwerp wat ingelijst wordt het glas niet raakt, anders kan het in de loop van de tijd gaan verslechteren. En uiteindelijk, als dat netjes vastgemaakt is, is het resultaat precies zoals je het graag wil hebben en zoals de klant het mooi vindt. Ja, hij is helemaal af zo en het past ook mooi bij elkaar. Ja, nou en of. Nou, en dit is ook wel een hele bijzondere manier van inlijsten volgens mij, want ik zie gewoon iets zweven. Ja, je kan iets zwevends of iets verdiept inlijsten. Dat geeft een hele moderne uitstraling en zorgt voor een hele mooie beleving van het werk. Ik zie hier verschillende soorten lijsten. Worden die zelf gemaakt? Er worden zeker zelf lijsten gemaakt, maar er zijn ook heel veel bestaande lijstprofielen, zodat we goed aan de wens van de klant kunnen voldoen. En zijn er nog opvallende trends te ontdekken in deze branche? Jazeker. Naast de klassieke lijsten zijn er tegenwoordig ook bling-bling lijsten, lijsten van glossy barok, van verweerd en oud steigerhout. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of de lijstenmaker kan het wel voor je maken. Geert-Jan, heel erg bedankt voor de informatie. En ik wil eigenlijk wel een paar van die trendy lijsten. Dat kan, kom maar, loop maar mee. Leuk.